Ik ben Sterre van der Hel. Ik ben jurist en beëdigd vertaler. Ik ben sinds 3 jaar betrokken nu bij de Warendorf-redactie. Ik werk momenteel voor de rechtbank Rotterdam. En lang geleden heb ik international law gedaan en ook nog 1 jaar Engels recht gestudeerd. Ik ben Christe Walen. Ik ben als meisje, jong meisje van 6, tweetalig uit Canada teruggekomen. Ik heb in Nederland Nederlands recht gestudeerd en ook tijdelijk in het buitenland. Ik heb in het Europa College Brugge Europees recht gedaan. Ben naar Engeland verhuisd, waar ik heel lang gewoond heb. En ben daar omgeschoold door solicitor to the High Courts of England and Wales. En als zodanig zit ik in de Warendorf. Wat ik met Chris deel is, en met de rest van het team, is de liefde voor vertalen. En het is ook echt moeilijk, omdat je zit met het probleem van een niet hele soepele brontekst soms. Hè. Wetteksten lezen niet heel soepel. Is soms ook onduidelijkheden zitten erin. Dan zit je nog met 2 verschillende rechtssystemen. De common law system tegenover ons civiele systeem. Je hebt begrippen die in Engeland niet voorkomen. Hoe vertaal je die? En dan heb je ook nog begrippen waarvan je denkt dat ze hetzelfde zijn, maar het eigenlijk net niet hetzelfde zijn. Dus waar je gewoon juridisch best wel makkelijk fout zou kunnen gaan als je geen jurist was. Als ik moet uitleggen, zelfs aan mijn kinderen of aan vrienden van waarom nou niet gewoon die Google app, dan denk ik altijd dat het meest makkelijke voorbeeld voor iedereen in Nederland is het woord contract. In het Engels recht is de definitie van een overeenkomst alles wat je als partijen in het contract hebt neergelegd. Maar in het Nederlands is het contract, het stukje papier, is meer een bewijs en is een overeenkomst juist helemaal niet alleen wat er in het contract op het stukje papier staat, maar wordt heel erg aangevuld door de goede trouw, door dwingend rechtelijke bepalingen. Dus daar zit een... Terwijl je zou denken, contract, to conclude a contract. Nou, hè, goh, is toch hetzelfde? Zit daar een wereld van verschil tussen?